kinderen. Oh, je kwam op een goed moment. Ik heb net mijn nijbenodigheden opgeborgen. Mijn naam is Priscilla. Mijn man Aquila en ik vormen een team. En we werken er hard aan om de beste tenten in de feesten te maken. Onze vriend Paulus maakt ook hele fijne tenten. Hij is de beste tentenmaker die ik ooit heb ontmoet. Hij komt altijd met nieuwe uitvindingen. Weet je wat? Paulus, Aquila en ik hebben veel plezier om samen te werken. We bestudeerden alle drie de schriften graag. En toen we werkten, leerde hij ons veel over Jezus. Oh, het is zo'n zegen om vrienden te hebben die je aanmoedigen in je christelijk geloof. Weet je, de eerste keer dat we over Jezus hoorden was in Rome. Toen veel Joden terugkeerden uit Jeruzalem na het Pinksterfeest. En het leek alsof iedereen over hem sprak. De rabbis in de synagoge wezen Jezus af en veroordeelden hem. Op dat moment wisten we niet wat we moesten geloven, maar we waren benieuwd naar meer. Veel Joden werden boos op de christenen omdat ze over Jezus spraken. En ze begonnen te rellen en vielen de christenen aan. Uiteindelijk beval keizer Claudius, de stiefvader van Nero, dat alle Joden de stad moesten verlaten, zodat Rome weer vrede kon hebben. Aquila en ik pakten onze spullen in en kwamen hier naar Korinthe in Griekenland. Ja, ik was een beetje verdrietig om mijn mooie huis in Rome te verlaten. Maar heb alsjeblieft geen medelijden met me. Vele christenen zijn door de eeuwen heen en over de hele wereld vervolgd, omdat ze in Jezus geloofden. En moesten hun huis en zelfs hun gezin achter zich laten. In de laatste dagen zal dit opnieuw gebeuren met Gods trouwe kinderen. In Korinthe hebben we dus Paulus ontmoet. Toen hij kwam, kende hij niemand. Dus stelde hij zichzelf voor als tentenmaker, niet als predikant. Zo begon hij te werken met ons. En zo hebben we hem leren kennen. We werden zulke goede vrienden en we nodigden hem uit om bij ons te komen wonen. En weet je wat, kinderen? Paulus wilde niet dat mensen voor hem zouden zorgen. Hij wilde anderen niet tot last zijn. Zie je, Paulus werkte niet om rijk te worden. Hij werkte gewoon genoeg om in zijn levensonderhoud te voorzien, terwijl hij tegelijkertijd het evangelie predikte. Door de week werkten we, maar elke sabbat bezocht hij synagoog om de waarheid over Jezus te onderwijzen aan de Joden. En ook aan de Grieken. Of... ja, nou, eigenlijk aan iedereen wie naar hem wilde luisteren. Aquila en ik zijn geen voltijdszendelingen zoals Paulus dat is. Maar we dragen onze steentje bij om zijn zendelingswerk te ondersteunen, waar en wanneer we maar kunnen. Zo stelden we onze huis open voor andere christenen, zodat ze samen met ons konden aanbidden. Want er was hier in Korinthe geen christelijke gemeente. Helaas hebben de Joden ook heel hard gevochten tegen ons werk in Korinthe, zodat zelfs Paulus zich zorgen maakte over zijn veiligheid. Maar God gaf hem een droom, die hem vertelde dat velen in Korinthe de waarheid zouden aanvaarden. En weet je wat? Veel Korintiërs zijn gelovig geworden door ons werk daar. Zelfs Cyprus, de belangrijkste heerser van de synagoge, en zijn hele familie aanvaarde Christus. We waren zo opgewonden om te zien wat God aan het doen was in Korinthe, omdat velen geloofden en zich lieten dopen. Dit gebeurde ook in Efeze. We studeerden bijvoorbeeld met Apollos, een grootspreker uit de stad Alexandrië in Egypte, over Jezus. En hij werd een van de machtigste leiders van de christelijke gemeente. Nu ik het over de gemeente heb, er is nog iets dat belangrijk is om hier te vermelden. De geschiedenis herhaalt zich altijd. De vroege regen bracht ons Jezus boodschap van de vervolging die daarop volgde in Rome en Korinthe. Dit zorgde ervoor dat we vertrokken en in contact kwamen met Gods gemeente. Dit zal ook gebeuren in de eindtijd, tijdens de late regen. De regering van de Verenigde Staten zal meer en meer op het Romeinse Rijk gaan lijken. En zal zelfs sabbatsvierders verbieden samen te aanbidden. Die wet zal zich snel over de hele wereld verspreiden. En veel sabbatsvierders die niet volledig bekeerd zijn, zullen hun geloof opgeven en in opstand komen tegen de ware christenen. Als je dat om je heen ziet gebeuren, wees dan niet bang. Sta sterk in je geloof. In die tijd zullen veel gelovigen uit andere kerken uit de geestelijke Rome komen en eindelijk de waarheid van de sabbat begrijpen.
Dan zullen we allemaal Gods overblijfsel vormen, de zegenvierende gemeente. Ik vergat de betekenis van mijn naam te vertellen. Priscilla betekent oud. Het is nogal een vreemde naam om een baby te geven, vind je niet? Maar als we de Bijbel lezen, ontdekken we dat God de oude van dagen wordt genoemd. Nou, het woord oud hoeft niet per se een oud persoon te betekenen, maar iemand die wijs is, die overwon en een perfect karakter ontwikkelde. Iemand zoals de 24 oudsten die in Openbaringen worden genoemd en die gekleed zijn in witte gewaden van de gerechtigheid van Jezus. De Bijbel zegt dat Gods volk de tempel is van de Heilige Geest en net zoals wij die tenten naaiden, zo herstelt God ons karakter met een goddelijke draad en bouwt Hij Gods geestelijke tempel op. Eén laatste ding nog, kinderen. Wees een echte hervormer en geef de waarheden die je hebt geleerd niet op. Ja, de pijlers van ons geloof die Gods volk sinds Eden hebben geloofd. Zoals de waarheid over de Sabbat, het huwelijk, tiende, gezondheidshervorming en ook dat de ziel niet onsterfelijk is. Geef dit niet op. Deel jouw geloof met anderen, zelfs als je moeilijkheden hebt. Anderen zullen je woorden horen en ook in Jezus gaan geloven. Op deze manier kun je voorbij deze sombere dagen kijken naar de glorie van de tweede komst van Jezus. De Bijbel zegt dat de kinderen van God zullen opstaan in de wolken als een arend. Ja, wat precies hetzelfde is als de betekenis van de naam van mijn man, Aquila. Blijf trouw, kinderen. Mogen God je zegenen en ik wens je een gelukkig nieuwjaar namens ons onderwijsafdeling. Vaarwel!